Welkom bij dag 28 van Startopen, de op één na voorlaatste dag. En we hebben deze hele marathon weer gehad. Vandaag flink staat krachttraining. En je kan natuurlijk zelf kiezen welke gewichten dat je gebruikt. Je kan dit met 1, met 2, 3 of 5 of 10 kilo doen. Wat je zelf maar wil en wat je zelf aan kan. Probeer bij het optillen van de dumbbell je rug recht te houden, Odin. En de snelle trend houden. Die set oefening die we al vaker deze maand gezien hebben. Buig met een rechte rug naar voren. Elleboog blijft langs het lichaam. Niet zwaaien met het gewicht, maar weer op en neer gaan. En uit de triceps halen deze beweging. Ideale oefening als je niet veel apparaten hebt om toch je triceps op een goede manier te trainen. Wijs met je ellebogen naar boven en buig dan het gewicht naar achteren en weer naar voren. Probeer daarbij de ellebogen niet te ver naar buiten te doen op het moment dat je naar boven komt. Ook hier weer moeten de triceps het werk doen. Rug en trek je beide gewichten op
De rug blijft recht. Borst naar voren. Omkom, rechts, links, naar boven trekken. Probeer het lichaam daarbij zo stil mogelijk te houden. Het is ook een core oefening. Niet alleen arm en rug oefening. Deze helemaal een core oefening. Probeer je lichaam in een rechte plank zo stil mogelijk te houden, terwijl je links en rechts je heup aantrekt. Nog een leuke core oefening. Hoge plank. Maar we gaan maar op één hand staan. Probeer het lichaam recht te houden, dus niet te draaien. Probeer hem toch recht te houden. En stil. Span je lichaam aan en dan gaat het beter. Dan heb je er ook wat meer aan. Lichaam recht, spieren gespannen en vasthouden. Climber, buitenom, zou de push-up er niet bij kunnen. We proberen het te doen zonder push-up. Lekker, hè? Nog één voor de armen. De al vaker terugkerende commando.
En dat was het weer van vandaag. Dit was 28 oktober. Nog 3 dagen, nog even volhouden. En dan heb je de marathon geschaft. Ik wens je nog een fijne dag. En tot morgen, bye bye.